Goedemorgen allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik zie jullie al denken, wat heeft hij nou aan? Want deze video die staat vandaag in het teken van parttimer zijn bij de brandweer. Hoe combineer je dat nou? Dat gaan we jullie vandaag allemaal laten zien. Gaan we eens mee. Zoals ik jullie net al vertelde, vandaag gewoon een normale werkdag. Ik ga zo meteen richting mijn werk op het politieteam Weerijs, zoals we dat noemen. En wat daar wel even belangrijk bij is, is dat ik me zo ga afmelden bij de brandweer. Want ik ben dus nu niet beschikbaar, omdat ik de gemeente uitga. We kennen bij de brandweer, of in ieder geval bij de parttime posten, kennen we verschillende soorten parttimers of vrijwilligers in het verleden wel genoemd. Je hebt natuurlijk mensen die werken en wonen in de gemeente, dus die zijn eigenlijk bijna altijd beschikbaar voor de brandweer. Je hebt mensen die alleen in de avond en nachtelijke uren bijvoorbeeld beschikbaar zijn, of die in ploegendiensten werken of in onregelmatige diensten. Nou, dat is in mijn geval van toepassing. Ik werk vroeger dienst, later dienst, nachtdienst. Dus ben nu op dit moment zometeen niet meer beschikbaar. En dan moet ik me even afmelden op de pager. Dat kan rechtstreeks op de pieper. Maar dat kan ook via de app. Daar kunnen we onze agenda invullen. Wanneer ben je wel, wanneer ben je niet beschikbaar. Dat zal ik jullie zo nog even laten zien. Dus voor nu ga ik me even afmelden en dan ga ik richting het werk. En ik neem jullie mee. Nou, in dit scherm zie je dus de agendafunctie. Hier kan ik eigenlijk per dag kan ik mijn diensten invoeren of wanneer je eventueel op vakantie bent. En dan word je automatisch afgemeld. Dus kunnen we ook zien wie er allemaal beschikbaar zijn. En als we onderbezet zouden zijn, dat komt gelukkig bijna nooit voor in ons geval, dan zouden we de teamleider daar een berichtje van krijgen. Dus super handig om dat digitaal bij te kunnen houden. En zo weten we precies wie er beschikbaar is. En natuurlijk het belangrijkste dat we altijd zo snel mogelijk weg kunnen. Zo, alle spulletjes gepakt, flesje aan, portofoon, pepperspray, vuurwapen en alle andere spulletjes klaar voor de late dienst. Ik heb vandaag een dienst in het kader van een actie. Mijn functie is namelijk wijkagent grensgebied en dat is van de gemeente Breda en in de gemeente Zundert. En daarnaast hou ik mij bezig met ondermijning en de internationale samenwerking met onze Belgische collega's. Nou, vandaag hebben we dus zo'n actie samen met de marechaussee, de landelijke eenheid van de politie, maar ook de Belgische collega's van twee verschillende zones. Gaan we vandaag dynamisch op pad in het grensgebied en kijken of we nog wel boeven kunnen vangen vandaag. Nou, hier zien jullie een kaart van onze eenheid. Nou, bij de politie heet dat een eenheid, bij de brandweer is dat de regio, maar die verschilt niet erg. Buiten het feit dat de politie dan ook Zeeland er nog bij heeft, maar het gedeelte Midden- en West-Brabant zoals dat van de brandweer is, dat is gelijk. Bij de politie ben ik werkzaam in dit gebied, dat is het gebied van de politieteam Weerijs. En dat omvat dan de gemeentes Breda, Etten-Leur en Zundert. Nou, daar hoort er ook gewoon bij, hè? Hij moet ook gewoon plassen. Nou, jullie hebben net gezien hoe Rick zijn werkdag eruit ziet als hij bij de politie aan de werk gaat. En dan is hij even niet beschikbaar. En bij mij is het natuurlijk net andersom. Jullie hebben allemaal al vaak genoeg gezien hoe mijn werkdag eruit ziet. Maar als ik thuis ben, dan ben ik vaak met mijn vrouw met de paarden bezig. Of hier in de bak of een buitenritje. En in dat geval ben ik dus beschikbaar voor team Hank. En ik woon in Hank, dus ik kan daar gelijk in de auto springen naar de kazerne toe. En dan met de tankautospuit mee. Maar ik doe ook natuurlijk nog drone team in de MCU in Oosterhout en dat werkt op hetzelfde principe. Ik heb natuurlijk gewoon de pieper bij zoals Rick hem ook bij heeft. En hij brandt ook groen, dus ik ben beschikbaar. Maar Rick, hoe gaat het nou eigenlijk in Waalwijk? Ga daar eens even kijken bij Ben.
Goedemorgen mensen, het is lekker vroeg, koud en we zijn aangekomen in Waalwijk. Want we zijn op zoek bij parttimer Ben van Team Waalwijk. Die is in het dagelijks leven werkzaam hier bij de bakkerij, bakkerij Pim. En nou, hij is eigenaar hier en hij gaat wat vertellen wat hij hier allemaal doet. Dus we gaan hem even bezoeken, kom maar mee. Nou, mijn naam is Ben, ik ben 26 jaar, ik heb mijn eigen bakkerij in Waalwijk, bakker Pim. En ik ben 4 jaar parttime brandweerman in Waalwijk. Nou, welkom bij bakkerij, ik laat jullie even zien hoe het er hier uitziet. Een beetje afgeleid, maar we zijn inmiddels bij Ben in de bakkerij aangekomen. Ben, jij bent eigenaar van deze bakkerij. Ja, klopt. En jij bent best wel jong, kei mooie grote bakkerij. Hoe komt dat zo? Nou ja, ik heb hem van mijn vader overgenomen. Die is 6 jaar geleden helaas overleden aan slokdarmkanker. Dus ja, dat is allemaal niet zo gegaan als dat we wilden. Nee, kan wel. Maar ik was bezig met de opleiding, bakkersopleiding. En mijn vader werd ziek, dus ik denk van... Weet je wat, ik ga hier werken. Nou is de tijd, het is niet anders, we gaan nou aan de gang. En zodoende sta ik nou hier. En sta jij nou hier bij mij in de bakkerij, mooi mee te kijken. En volgens mij gaat dat hartstikke goed, want het was ontzettend druk net. En nou, de bel die gaat continu. Dus wat dat betreft is dat hartstikke leuk om te zien. En ik zag ook allemaal slingers hangen, want volgens mij bestaan jullie 30 jaar, of niet? Ja, klopt, 30 jaar alweer. Dus best een begrip, Waalwijk, al zeg ik het zelf. En ja, op naar nog 30 zou ik zeggen. Ja, dat wou ik zeker weten. Daar gaan we natuurlijk voor. Dat moet wel lukken. Ik ben natuurlijk ook wel benieuwd hoe jij bij de brandweer bent gekomen. Ja, ook door mijn vader en mijn moeder. Mijn moeder die heeft er ook al bij gezeten en mijn vader is er later bij gekomen. En dat zit in het bloed, zeggen ze dan. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Zeker in het bloed. Brandweerfamilie. En 4 jaar geleden was ik op zoek naar een hobby. En ik denk, nou, wat voor leukere hobby kan ik nou hebben dan als het echt in de familie zit. Ik ga bij de brandweer. En gesprek gehad en 1,5 jaar later opleiding afgerond. En ben ik parttime brandweerman. Geweldig. En je was net ook, je bent ook bezig met de hoogwerkeropleiding, begreep ik? Ja, klopt. Ik ben pas 2 lessen verder. Maar ergens in mei eindexamen en dan mogen we die ook mooi besturen. Dus en bedienen. Waalwijk van boven. Ja, machtig. Geweldig. Man. Graaf, toch? Ja, dat is echt schitterend. Ja. Voor mij is het best wel een interessant vak, zeg maar. Ik denk dat je best wel veel in de zaken aanwezig moet zijn. Ja. Hoe combineer je dat met de brandweer? Ik heb sowieso met de brandweer zelf goede afspraken gemaakt. Dat de momenten dat ik gewoon niet kan, dat ik een ander voor moet gaan. Maar de momenten dat ik kan, probeer ik zoveel mogelijk te komen. Ik heb mijn Pieper ook wel altijd op zacht bij. Dus dat ik kijk van, nou, Pieper gaat, kan ik weg. Overleg ik even met de bakkers, kan ik weg? Ja, nou dan... Ik heb hem nog niet gezien, dus moeten we even checken natuurlijk. Nee, ik heb hem in de zak zitten, want dadelijk valt hier de deeg. Dat moeten we natuurlijk niet hebben, maar ik heb hem altijd gewoon net. En ik zie een groen lampje branden, wat betekent dat? Ja, beschikbaar. Beschikbaar. We zijn erbij hoor. Meteen, nou dan gaan we zo eens maar eens even testen, want hoe snel kan je het gezellig zijn? Ja. Zullen we dat gewoon uitproberen dan? Zullen we dat gewoon proberen? Dan laten we afgaan en let's go. Dan kijk hoe snel je op de gezellig bent. Hoe ga je naar de gezellig terug? Ik heb de fiets vandaag, mijn scooter is in onderuit. Normaal ben ik op de scooter, maar nog sneller. Nee, nog sneller. Ah, dat komt wel goed. Dan gaan we proberen. Nee. Ja. We willen natuurlijk weten hoe snel jij was. Ja. Dus jouw pieper gaat. Ik ben weg, pieper gaat. We hebben jou net getimed en dat ging behoorlijk snel, moet ik zeggen. Dat heb je goed gedaan. Ja, mooi. En we zijn op de kazerne en we staan achter de eerste tankuitspuit van Team Waalwijk. En ik zie een naam op de zonneklep en daar zit een bijzonder verhaal aan. Kan je dat ons vertellen? Klopt. Ja, ik zei net al, onze bakkerij heet natuurlijk Bakker Pim. En ons eerste voertuig heet Dumpin. En het is mede omdat mijn vader 6 jaar geleden is overleden. En omdat het zo de impact heeft gehad op ons mooie team, hebben ze een ode aan hem gedaan. Door zijn naam op het voertuig te zetten.
En ik mag dat voertuig nou ook besturen, dus ja, dat is wel kippenvel toen dat voor jou, het eerst mocht natuurlijk. Onschatbare waarde natuurlijk. Ja, ja, geweldig. Dit is echt wel een mooie herinnering. Ja, en ook mooi dat het namens het hele team, hè, dat ze zeker, dat ja, er zoveel waarde aangeeft. Dus dat is echt heel erg mooi om te zien. En een mooie wagen nog steeds. Ja. En we staan ja, hier voor de kazerne. Maar ik begrijp net van jou dat er hier een nieuwe kazerne gebouwd wordt. Ja, klopt. Letterlijk, nou wat zal het zijn, 500 meter de straat in. Zijn we een hele mooie nieuwe kazerne aan het bouwen. Waar wij ergens deze zomer in moeten gaan. Kijk. Dus dat zijn hectische dagen op komst voor Team Waalwijk. Maar dat wordt een geweldig mooie kazerne. Mooi. Waar we allemaal trots op mogen zijn. Mogen we daar nog een keer voorkomen maken dan? Vast wel. Daar gaan we wel iets mee afspreken. Nou, regelen. Top. Nou, voor mij zit het er weer op. Ik ga weer terug naar mijn bakkerij, mijn broodjes verder afmaken. En heb jij nou interesse om bij de brandweer te komen? Stap gewoon binnen, joh. Het is hartstikke gezellig. En heb jij die passie? Dan zie ik je snel.